Dit gaan we vermijden als we allemaal gebruik gaan maken van de Billy Cup. Vanaf 3 oktober gaan wij starten met de Billy Cup. Dit is een beker die gemaakt is van recyclebaar materiaal en dit ter vervanging van de wegwerpbeker. Dit is beter voor het milieu en je kan hem zo vaak gebruiken als je zelf wil. Je kan hem inleveren voor een schone beker, inleveren voor een euro statiegeld die je van tevoren hebt betaald. Of we maken hem voor je schoon en zo kunnen we met z'n allen genieten van het milieu en een schone beker. De Billy Cup is gemaakt van polypropyleen. Dit is een ontzettend sterk materiaal en tevens recyclebaar. Daarnaast is het voedsel veilig en geschikt voor dagelijks gebruik. Uiteraard hebben we ook nagedacht over het gebruik van de keramieke mok. Dit blijkt pas de meest duurzame optie te zijn wanneer die vaak, echt heel vaak, hergebruikt wordt. Wij denken dat het bij het to-go concept zoals we het bij het paviljoen kennen niet het geval zou zijn. Daarom kiezen wij voor de Billy Cup. Wil je echt voor duurzaam gaan? Maak dan de Billy Cup tussendoor alleen schoon met koud water. En zet hem aan het einde van de dag in een energiezuinige vaatwasser of maak hem in een sopje samen met andere Billy Cups even schoon. Uiteraard staat het je ook vrij om de beker weer in te leveren in het paviljoen. De komende 3 maanden gaan we kijken hoe de Billy Cup werkt in de praktijk. Daarna gaan we kijken of en hoe we verder gaan met de Billy Cup. Door het gebruiken van de Billy Cup besparen we ontzettend veel afval. Elke Billy Cup gaat ongeveer 500 keer mee. Daar doen we het voor. En de koffie blijft natuurlijk net zo lekker in de Billy Cup als in de wegwerpbeker. Hij isoleert goed en is fijn in het gebruik. Wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar wat jullie ervaringen zijn en wat jullie ervan vinden. Dus daarom hebben we een boekje achtergelaten bij het paviljoen waar je kunt invullen wat je ervan vindt en misschien andere ideeën hierover. Wil je graag op de hoogte blijven van duurzame projecten en de Billy Cup? Word dan lid van de internetpagina Samen op weg naar een duurzamer CWZ.